Nou, we zijn hier op de Hartmarkt in Schijndel en iedereen kent natuurlijk de Brabantse gezelligheid. Dus we gaan eens kijken hoe gezellig het eigenlijk in Schijndel is. Misschien de laatste keer, dat weet ik niet. Ligt aan jou of? Nee, dat ligt aan de klant. Oh, oké. Okay. Ja. Mooie prijzen, wie durft? Wie niet waagt, wint niks. Wij zijn enveloppen aan het verkopen ter buiten van de Budoclub Schijndel voor de jeugd. Oké, wat is er dan? Budoclub is een vorm van judo. Dus de kinderen zijn op de judomaat bezig. En wij sponsoren onze jeugd. Oké, en dan loopt het wel een beetje. Het loopt heel erg goed, maar het mag nog meer. Ja? Ja hoor. Hoe ga je dat bereiken? Door heel veel te roepen, hè? Door heel veel te roepen. Laat horen. 3 enveloppen voor €1,20. Hele mooie prijzen. Kinderen altijd prijs. Wat ga je doen? Nou, dat weet ik nog niet precies. Maar je ziet er wel uit alsof je iets gaat doen. Nou, ik zit hier bij het koor, bij Gemmers Smart. Oké. Ik vond het wel een beetje op een bluesbrother lijken. Op wie? Op een bluesbrother. Oh, dat kan. Weet ik zelf niet hoor. Nee? Ik ben niet van bewust. Wat ben je hier aan het doen? Aan het werken. En je staat hier de hele dag zo naast Jan Smit, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Wel jammer dat ik hem niet kan zien vanaf hier, maar... Wat zeg je? Wel jammer dat ik hem hier vanaf hier niet kan zien, maar... Ah ja, lukt toch wel? Jawel. Vind je Jan Smit wel leuk om te zien dan? Ja. Oké. Okay. Jij ook. Ja, een beetje wel. Maar ik moet er iets voor over. Ah, Maxime, alsjeblieft. Ik moet er iets voor over hebben. Betaalt hij zo goed dan? Ja, dat moeten we nog afwachten. Moet je dan wat tevoren afspreken? Ja, eigenlijk wel, hè. Maar dat is voor een goed doel, hè. Dat is voor mijn vader. Oké. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Mevrouw, gaat u nou een vogel kopen? Zeg je? Gaat u nou een vogel kopen? Nou, ik ben er aan het kijken hoe mooi dat het er allemaal uitziet. Dus ik heb thuis vogeltjes, maar misschien binnen weer een paar. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, zo'n koppeltje. Oh, oké. Okay. Want dan kan er gefokt worden. Wat kan je? Dan kan er gefokt worden. Ja, dat is helemaal bezig. Ja, dan kunnen ze gewoon... ik heb een bijt en al, die zitten te broeien. Dus dat zijn wel mooikjes, of niet dan? Okay, ja, hartstikke mooi. Hey, zeker. Hallo. Wie ben jij en wat doe je hier dan? Nou, ik ben Roel Voordrager. En ik werk bij Mango Health of Fitness. Nou, wat we hier doen is eigenlijk een klein beetje onze sportschool vertegenwoordigen. Mensen van informatie voorzien. En ja, waar nodig kunnen we ze dingen meegeven naar huis. En weet Sandra Bullock dat jullie haar plaatje gebruiken? Nee, dat weet ik niet. Waar hebben we haar staan dan? Bent u nog op zoek naar een nieuw gereedschap? Nee, naar tattoos. Oh, naar tattoos. Ook goed. Dan sta je wel in de verkeerde kant te kijken, toch? Goh, nee. Sleuk hier. Ja. Hebben dingetjes, hou ik van. Ja? Ja, maar wat zijn dan de ultieme hebben dingetjes dan? Allemaal kleine dingen die goedkoop kosten. Goedkoop kosten? Dat moet er bij hem zijn, hè. Alles is €5 hebben gekocht. Oké, okay. Maar wat wordt de aankoop van vandaag dan? Ik denk een bitterset. Een wat? Een bitjes set. Oké. Nou, hartstikke leuk. Dan kom je er zondag wel mee door, toch? Nee, maandag moet ik weer gaan werken. Moet ik weer gaan werken. Zondag doe ik niks. Hey, jullie zitten er wel rustig bij hier. Ja, hè? Moeten we springen? Nee hoor, is het niet zo druk vandaag? Jawel, zeker wel. Het is alleen nou even gewoon... Even lekker uitrusten. Even lekker uitrusten. Er komt geen eind aan. Hè? Nee, echt niet. We hebben er nog genoeg. Maar we kunnen voorlopig nog wel even uitdelen, alsjeblieft. Het is toch je vader? Ja, het is mijn vader. Ik weet het, ik zeg, ik stop ermee.
Alsjeblieft, wat zeg je? Kan je toch zeggen, ik stop? Maar nee, dat kan ook niet voor je vader. Nee. Word ik hem in de vader dan? Ja, wel hè? Ja. Alsjeblieft. Hartstikke. Ja, zet hem op. Ja, dank je. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Gaat hij zelf ook nog op de pijnbank liggen? Ik heb al op de pijnbank gelegen. En was het pijnlijk? Ik helemaal niet. Oké. Okay. Nee. Ja, ik heb je natuurlijk van tevoren niet gezien, maar ja. Wat is nou precies het verschil dan? Nou, ze waren voor mij bezig om te kijken van, ik heb een redelijk dikke buik, om te kijken van, nou, om te ervaren van hoe voelt dat. Tontje, en dan stil op. Buiten te wachten op de vrouwen zeker? Ja, die zijn aan het shoppen, hè. Ja, ik had al zo'n vermoeden. Dus is wel een beetje leuk hier op de achterweg dan? Ja, altijd leuk. Altijd keileuk. En waarom dan? Omdat we ieder jaar komen. Ja, nou. Het is een hoog kwartier. Mooie winkels. Er is altijd veel te doen. Voor de jeugd. En voor onszelf ook natuurlijk. Leuke bandjes. Okay. Maar voor de winkels komen jullie niet echt, want jullie staan buiten. Nee, niet echt. Maar gewoon meer voor de aankleding, even te betalen. Denk je nou een zwembad te verkopen op de appartement dan? We hopen van wel. Oké. Okay. Die kans is heel erg groot. Ja? Ja. Dus mensen die komen dan zomaar heel veel geld uitgeven, hè? Ja. En hoeveel kost een zwembadje nou? Nou, dan... moet ik toch zeggen, tussen de 25 en 40.000 euro, dan heb je een vrij leuk zwembad. Oké. Okay. Dus dat valt op zich mee, hè? Ja, ligt er. Wij vinden het heel erg mee. Wat moet je er verkopen vandaag? We moeten eigenlijk niks. Dus, maar het zou leuk zijn als er eentje blijft steken. Eentje? Nou. Dan is onze dag goed. Ja, dan kun je vanavond goed uit eten, denk ik. Dat denk ik wel. Wat zijn jullie aan doen dan? Wij zijn aan het flyeren. Ja. Voor Avro Stockholm. Ja. Het grootste Brabantse discofeest. Ja. Hier in Schijndel. Voor welke mensen is het feest? Iedereen. Ja, iedereen. Het is een party. Wat onze ervaring is dat echt de jeugd van een jaar of 18 tot en met 65 plus. En die gaan gewoon de hele dag gezellig uit hun dak. En het leuke van het feest is dat het herkenbare muziek is voor iedereen. Maar het is wel een beetje een rare combinatie, een 18-jarige met een 65-plusser. Ja, nee, dat klopt, maar daar vinden ze elkaar. Okay. Het is op dat feest geven en nemen. Oké. Okay. Een kaartje? Ja, krijg ik nou een gratis kaartje dan? Nou, als je wilt. Daar gaan we nog wel even overhandelen. Oh ja, niet van wat, hè? Nee, dat kan. Nou, zoals je ziet, het is hier hartstikke druk. Ik heb inmiddels 3 kilometer gelopen. Ik ben echt kapot. Maar hier, de terrassen zitten nog vol. Het is overal nog hartstikke druk. Dus het gaat hier nog wel even gezellig door.